Is het dat? Het is een actiecomedy. Het is achterover hangen en gewoon verstand op nul en gaan en genieten. En, dingen dat je nog niet hebt gezien, denk ik, in een Vlaamse cinema. Grensoverschrijdend gedrag met een auto bijvoorbeeld. Op een bepaalde manier is er een soort van zotte parallel met een Dimitri Vegas en Like Mike show, waar het gewoon een rollercoaster is en dat je gewoon even moet inzitten en dat gewoon craziness is. En ik denk gewoon dat mensen er wel van gaan genieten. Ons concept dat een beetje zelf opgelegd is, is dat de camera niet een auto verlaat van het hoofdpersonage. Ja, we hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar dat zorgt wel voor een heel hopelijk claustrofobisch gevoel voor de kijker. Mijn grootste vrees in het begin was van dat gaat saai worden. Ik denk niet dat het saai is. Het is veel dingen, maar saai is het niet. Met Dimitri samenwerken was een droom. Hij is heel gestructureerd en hij weet precies wat hem wilt en hoe hem het wilt. En ik ben een beetje een chaot, dus dat huwelijk was perfect. Megalomaan, grotesk, gek, ziek, alles wat ik van Jonas Govaerts verwacht. Een inkijk in de Jonas zijn hoofd. Het is een plezier. Effectief, echt letterlijk een joyride. Hè. Ja, echt een avontuur. Onverwacht, funny. Je moeder, je vader, je neef, je nicht. Verrassend. Uniek in zijn genre, denk ik. Want allee, ik denk nog niet zo heel veel films op zo'n manier gezien hebben, toch? Alles vanuit de auto. Het heeft mij heel de tijd vastgehouden. Een beetje Fast and the Furious, er zit wat saus bij van Tarantino, vind ik. Er zit een heel klein snufje Gaston en Leo in zelf, dus het is een rare mix van alles. En er was ook echt goede muziek, we zaten op een bepaald moment echt allebei te dansen op onze stoel. Met die tonnenmuziek niet af?